stom zijn, man. Open knieën. Open knieën. Het is geen romantische komedie. Het is niet gebaseerd op een bestseller. Dus, ja, op een nationale gebeurtenis. Ja. Als je zegt Nederlandse gangsterfilm, dan gaat het natuurlijk gewoon door hetzelfde. Nee, hoor. Dat vind ik mensen in principe niet echt. Maar het moet er wel ergens over gaan, want alleen gangsters, dat is niet zo moe. Ik heb het 2 keer eerder geprobeerd. 25 jaar geleden, 12 jaar geleden en nou is het gelukt. Wat ging er mis van de vorige keer? Ik kreeg geen grip, er waren te veel verhalen en toen kwam ik Silke Hoeks tegen. En toen dacht ik moet het over een vrouw laten gaan. En toen kreeg ik het wel. Dus, oké. Ja. Ik speel de rol van Ties, de echtgenoot van Johanna. Die bij het begin van de film uit de gevangenis komt. En die samen met Johanna eigenlijk probeert het leven terug de goede gang op te krijgen. Ja, dat komt omdat de armoede zo verstikkend is dat hij toch heel snel toe in zijn oude gewoonte vervalt en toch mee moet doen met de jongens, omdat anders het overleven onhaalbaar wordt. Versteen. Ik ben een knaap, Jan Greek. Dat zullen we wel doen. Ja, zeker. Kun je vertellen wie je speelt in deze film? Arjen Brok. Ik ben de consigliere van de band. Dus als jij iets geregeld wil hebben, een brandje, een moordje, een liefstalletje, dan moet je mij bellen. Het is heel leuk dat André Verduur, de regisseur, nou eindelijk eens wat voor de hand liggende dingen heeft doorbroken. Frank Lammers wordt meestal de band guy gevraagd en ik ben altijd een beetje sympathiek dan met band kantjes, maar deze is echt alleen maar slecht. Ja, is er niks goed in? Nou, er zit wel iets goeds in, maar het is veel eigenbelang. Hij is wel goed voor zijn mensen ook, maar dat is omdat hij er zelf beter op is. Het is niet iemand die echt sociaal is, denk ik.